lekker paars beleren. Mag dat? Alsjeblieft. Wat is dat dan? Gewoon zo'n leuk dingetje. Ja. Moet je voor mama uitkiezen, hè? Nee. Nee. Maar dit is het laatste. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze bonus video van vandaag. En wat gaan wij doen? Wij gaan met heel veel kinderen naar de Action. En we hebben het YouTube dingetje. Dat alles wat vlog aanraakt, dat we dat kopen. We hebben wel twee regels. Regel 1 is tot 10 dingen. En regel 2 is, als ze erachter komt, dan stoppen we. Dus je zal het zo zien met Action. We zijn bij de Action. Wat doe je zo? En met een paspop? Wil jij een karretje? Ja, ik wil. Oeh, het is hier wel druk. Weet je wat echt slim zou zijn? Moet dat zo. Als dat komt. Mag ik een euro weer lenen? Een karretje? Ik wil een euro lenen. Oh, ik heb wel een... Ik heb ook een euro bij. Ik heb een ding, hè? Hoe heet het? Een... Ja, hoe noem je dat nou? Als je iets hebt. Maar je krijgt het toch terug, dus het maakt niet uit. Kijk, hè? Ik heb een... Noem je dat? Net als bij McDonald's dat jij zo dat bakje doet. Een trucje. Kan je dat met je sleutel doen? Je sleutel, die ga je echt nog kwijtraken. Kijk, als je je muntje vergeten bent. Ja. Mag ik? Dan ga ik ook uit halen. Nee, ja? Ja, als je hem terug doet. Nee, nou niet. Die wisten jullie niet, hè? Blijf je een beetje bij mama? Wat? Ja, ik weet ook niet waarom. Jij pakt er een. Ja, dat denk ik voor jou. Maar ik wil gewoon een karretje. Mama, dan is deze voor jou. Jij wou het gewoon uitlaten. Eentjes voor de kinderen, eentjes voor jou. Ja, maar het is allemaal veranderd, joh. Nee, het verandert elke keer, want dan zie je weer andere dingen. Ja, we zien het even die doekjes in het waterspuitje van. Maar is het ding veel te zwaar? Nou ja. Wil je erin zetten? Wat? Wil je erin zetten? Ja! Nee, toch? Nee, doe maar niet. Dat heb je toch. Voor jullie, hoor. Oh ja, hier zijn handschoentjes van mama's katten ding. Ja. Ik zoek eigenlijk esjes. Neem wel mini. Hier, mama, ik heb hier nog twee van school. Op school kon je handschoenen. Of één zo in je toch. Nee, nou hebben we al iets. Wat is het nou? Ja. Oh mijn god, echt zwaar. Nou, gooi het maar in. Nee, dat is een deurstopper. Oh, ik vind het wel leuk voor junior. Nee, dat is een deurstopper. Nee, ja. Nou, dan kan je hem maar verstoppen. Doe dan de krokodil. Nee, hij heeft al een nijlpaard. Nee, hup, nijlpaard moet terug. En die zwarte ook. Die krokodil wil ik niet, hoor. Ze zijn best zwaar, hè? Ja. Kun je deze? Nee, dan moet je ook voor een deur leggen, hè. Dan gaat het deur. Nee. Ah, die krokodil erin. Oh, nee. Ja, deze is leuk voor junior. Dat vind je ook leuk. Allemaal hoekjes, nee. Nee, papa, deze is leuk. Oh, ja. Ja? Ja. Deze vind ik wel leuk, hè. Je moet je aan de kijkers laten zien. Ja, ik vind die wel leuk, ja. Dat is van de krookjes chips. Ja. Laat zien. Ja. Hij staat aan. Ja, hij staat aan. Ik heb net aangedrukt. Voor junior, het is eigenlijk een deurstopper. Ja, shoot, het is lekker zwaar voor hem. Oh, bijna 5 deurstoppers. Oh ja, shoot, is leuk. Wie? Hè? Nee. Oh. Een soort slijm, hè? Ja? Maar voor Marnie dan? Ja, voor Marnie. Ze hebben Marnie van Tabar mee. Zoiets heeft Guusje. Ja. Nou, zullen we even Guusje meenemen dan? Nee, Guusje. De praat. Nee. Nee, ik denk niet dat Guusje dit wil, hoor. Ja, laat maar. Gaat er maar in. Ja? Ja. Doe lekker paspeleer in. Een paar spulletjes lijm, scheerschuim en lenspuister. En dan? Slijm. Oh, is dat leuk?
Vraag maar je moeder. Mama, mag ik lijm met de vloeistof als schimmelschuim? Ja. Yeah. Nou, pak maar. Ja, dat is goeie. Met hem erin. Ja, die is al veel verkocht. Doe maar. Ja, ik doe wel gewoon. Ja, scheerschuim. Ja, kom maar in. En dan moeten we nog lijmen. Kijk, dat is de meest verkochte. Ik mag een paar van. Nog twee? Ja. En moeten we nog een bakje? Een bakje. Met een goed deksel? Dit zijn goede deksels. Ja, dat zijn gewoon goede deksels. Dat is echt een goed bakje. Ja. Ja, dan zijn wij klaar. Ja, ben jij klaar? Ja. Met wat je wilde kopen. We gaan even kijken wat mama maar heeft. Ja? Ja. Slijmspullen. Alleen dat zand en die bal zijn van Guus van Oranje. Kijk, eigenlijk is het een deurstopper. Ja. Ik zeg hier ook een doorstopper. Ja. Doorstopper. Dat is op zich wel handig ook om de deur dan open te zetten. Of juist dicht te laten. Ja, voor junior dat hij er niet naar de trap toe kan. Ja. Om de, of om de kamer te doen. En dan pakt hij die vogel weg. Ja. Papa. Hallo Wiep en Lina. Hallo, wat hebben jullie allemaal? Ja, een vriendin. Decoratie voor de kamer. Mama vindt het goed. Is dat voor jou? Mama zegt dat ze ook wel leuk. Wie dan? Is Dave mama erin gaan? Oh, dat is een snijplank. Nee. Wat is dat dan? Is ook een snijplank? Nee. Wil je een snijplank in je kamer ophangen? Ja. Wat is dat dan? Gewoon zo'n leuk dingetje. Volgens mij is het een snijplank. Nee. Dit is echt een zwaar, papa. Take out the plateau. Plateau? Dat is gewoon een snijplank. Ja. Oh, dat is lekker. Pak er ook eentje van. Er zitten drie pakjes in. Ja. Kom maar in de kar. Dat is van de snoepjes meenemen. Kijk, dat is dit. Ah, dat is van de smin. Ja, ik ook. Jij pas snoep. Ja. Snoep? Waar dan? Zie je hem niet? Smint. Ik hou het smintje. Goed voor mijn adem. Ik heb altijd stinkadem, Eline. Dus. Doe je van jij geld, Nout? Ik zet deze even hier in om het huis weg. Ja, is goed. Kijk, ik heb een portemonnee bij. Ah. Ik koop mama gewoon, gek hè? Wat kan nou op? Dan kan ze zelf foto's in doen. Dan kun je zelf gewoon foto's in doen. Dat zijn voorbeeldjes. Wist je dat niet? Dat is altijd. Ik kan toch niet in de winkel iets kopen met je eigen foto's erin? Je hebt die even omgewisseld? Ja, want die andere die zag er ook niet meer zo. Nee, die zat ook niet in de verpakking, hè? En deze nog. En deze, ja. Want anders hebben we zo meteen bij de kassa, als je het niet weet. Mooi hè, die tas. Het is hier alleen maar kerstmis. Dit is de snoepafdeling. Lekker hè? Ja. Mag ik dit? Ja. Yeah. Wat een geluk heb jij vandaag. Hè? Ja. Kijk mama, waar jij zoveel van houdt. Mama uitkiezen. Mama misschien dat je iets. Om uitzoeken. Kijk maar of je wat ziet.
Als je niks ziet, dan ook niet. Is het ook goed? Dan moeten we hem nemen. Ja, oké, dan ziet mama het. Nee, we moeten hem nu nemen. Alles wat je aanraakt, kopen we al heel de tijd. Heb je het niet in de gaten? Nee. Nee. Maar dit is het laatste. Want ik zei tot 10 dingen. Voor jou. Ja. Alles wat ze aanraakt, moeten we nemen. Nee, jij neemt hem maar. Het is 10. Dit was nummer 10. Hop. We moeten hem nemen. Nee. Dit is voor junior en dit is gewoon voor de kamer. Maar nu hebben we meer dan 10 dingen. Dus? Gaan we straks even laten zien wat we allemaal gekocht hebben met jou aanraken. Ja. Allemaal troep. Dat is ook best moeilijk om dat te volgen. Echt? Ja. En hoeveel heb je aangeraakt? Dit allemaal in deze motie. Nee, die deze niet. Deze is wel nee, lekker. Ja. Hoeveel heb je aangeraakt? Laat het allemaal maar zien. Dit. En het was, hoe duur was het? 26,60 euro. Ja, doe het maar in je karretje. Moet je dingen wel niet aanraken, maar ja. Ja, die wil je moeder geven. Je hebt hem aangeraakt. En dan had je eigenlijk nog veel meer deurstoppen aangeraakt. Maar ja, jullie haalden ze zelf al uit en dat vond ik niet zo heel erg. Want dan, als ik dat was het eerste dat ik niet, anders had ik het gelijk al verraden. Met de bok en een fijne dag nog. Ja, nou, naar de auto. Hier zit jouw geld nog in, Eline. En mama's karretje. En Floor, hoe vond je het? Heel leuk. Heel leuk. Was wel een verrassing, hè? Je had het echt niet in de gaten, hè? Ja. En ik vond het wel heel moeilijk, hoor. Want jij begon met het pakken van die... vijf deurstops, ja. Je raakte de 5 aan, maar die gingen allemaal terug. Ik weet eigenlijk niet wat de regels zijn met de vloggers die dit doen. Maar ja, wij hebben de regel dan dat we er maar 1 meegenomen hebben, hè? Want anders hadden we zo al moeten stoppen. Dan hadden we de deurstops en het slijm waren wel klaar geweest. En nu heb je allemaal andere dingetjes. Ik vond dat je het netjes deed. Ik vond dat je heel weinig eigenlijk aanraakte en vroeg. Maar als je kijkt dat we nog een hele volle kar hebben met allemaal spulletjes voor Eline en de au pair kamer. Ja, die moeten we echt een beetje pimpen. Ja, dat is... Dus dit was onze bonusvlog van vandaag. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar onze bonusvlog. Video van vandaag. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe!